Hoi, ik ben Femke en welkom bij het DWD Klaslokaal. In deze aflevering vertel ik je alles over hoe je een bestand op inslag maakt. Een inslagschema is nodig om de volgorde van de pagina's in bijvoorbeeld je folder te bepalen. Kijk snel verder om voor eens en altijd zeker te weten dat alle pagina's in je drukwerk elkaar correct opvolgen. Nou, ik heb hier in InDesign een inslagschema van een vierzijdig gevouwen folder voor me. Eigenlijk wat het is gewoon de uitgevouwen folder. Dus je ziet hier de voorzijde en de achterzijde. En als ik hier naar onder ga, dan zie je hier de binnenzijde en de twee binnenzijdes eigenlijk. Eigenlijk zoals je de folder drukt, dat is het inslagschema. Dus in plaats van dat je losse pagina's aanlevert en wij dan zelf nog ergens die pagina's moeten plaatsen, lever je eigenlijk het uitgevouwen bestand aan. Nou, bij deze is dat misschien nog niet heel ingewikkeld en is het wel voor te stellen hoe dat ongeveer in elkaar zit. Maar als je bijvoorbeeld een wikkel hebt, dan kan het veel ingewikkelder worden. Nou, die heb ik hier ook openstaan. Een zeszijdige wikkel in dit geval, waarbij dus de pagina's in elkaar vouwen. En daar zie je dat je hier de voorzijde, de achterzijde en pagina nummer 5 hebt. En aan de binnenzijde heb je pagina 2, 3, 4. Want deze pagina die vouwt dus om deze kant op. En dan zie je dus hier nummer 5, zoals je ook hier in de animatie kunt zien. Dus dit is heel handig om voor je te hebben om te weten hoe een folder in elkaar steekt. En welke pagina waar zit. Dat is wel heel belangrijk. Het zou een beetje jammer zijn als je pagina 1 ineens hier terecht komt bijvoorbeeld. Nou, dit soort dingen hoef je allemaal niet zelf te verzinnen. Daar hebben we gelukkig templates voor op de website staan. Ik zal je even laten zien waar die zijn. Zo, ik heb de pagina van de folder al openstaan. En als je hier naar aanleveren gaat, dan zie je hier alle werktekeningen die je kunt downloaden. Dus stel, ik heb in dit geval een werktekening A4 wikkel. Dan klik ik hier op werktekeningen A4 en dan krijg ik alle werktekeningen die het eindformaat A4 hebben. En als je die dan opent, dan ziet het eruit zoals het hier eruit ziet. En kun je heel makkelijk je folder op de goede inslag maken en ontwerpen. En wat nog wel goed is om te vermelden, is dat deze teksten die staan in een verborgen laag, waardoor ze niet meegedrukt worden met je drukbestand. En je dus niet per ongeluk ineens voorzijde door je ontwerp heen zal zien. En zo maak je dus jouw drukbestand op inslag. Heb je nog vragen? Laat dan een reactie achter in de comments. En heeft deze video je geholpen? Geef ons dan een like. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer! Drukwerkdeal.nl